Hartelijk welkom bij weer een video over 3D printen. Het is alweer een tijdje geleden dat u van mij een video gezien heeft. Dat heeft met een aantal dingen te maken. Ik heb een tijdje in het ziekenhuis gelegen met een maagzweer en een ontsteking aan het slokdarm. Daarnaast gebeurt er zo nogal wat in de wereld, ook bij ons. Waardoor ik niet altijd evenveel tijd heb om video's te maken over 3D printen. Vandaag echter wel. En best wel een bijzondere video. U zult merken dat het ook heel veel gepraat is dit keer. Als u liever video's ziet waarin van alles en nog wat gebeurt en u van alles en nog wat ziet gebeuren, dan bent u in dit geval, en normaal niet, maar in dit geval bent u aan het verkeerde adres. Ik ben iemand die normaal gesproken print met PLA. PLA, zeker bij ons 3D print fanaten, bekend als verreweg het makkelijkste materiaal waar je mee kunt printen. Zelfs zonder heatbed kan je daarmee prima uit de voeten. Daarnaast, men zegt, dat weet ik nog steeds niet zeker, daar ben ik nog met een onderzoek in bezig, maar men zegt dat PLA biologisch afbreekbaar is en dat is voor mij absoluut ook een reden om veelvuldig met PLA te printen. Nou is PLA is een redelijk rigide materiaal, een redelijk stevig materiaal, wat ook redelijk breekbaar is, zeker als je dunne wanden en dergelijke gaat printen. Daarnaast is de warmteresistance niet zo enorm hoog. En dat is ook de reden waarom er zoveel verschillende soorten filamenten in de wereld zijn. Omdat je bij sommige toepassingen nou eenmaal op zoek bent naar specifieke eigenschappen van je filament. Filamenten als PETG, dat is waar limonadeflessen van gemaakt worden. Wat bijvoorbeeld een hogere temperatuur aan kan. Of bijvoorbeeld zaken als TPU. En TPU is een van die dingen waar we het vandaag uitgebreid over gaan hebben. TPU is namelijk een flexibel filament. Even de achtergrond. Ik heb een kleindochter, die is op dit moment 8 maanden oud. En die begint in de fase te komen dat ze richting het lopen gaat. Nou lopen, maar in elk geval zich aan de tafel vasthoudend, misschien wel rondom die tafel te gaan bewegen. Zeker als oma en opa is dat best een lastige, want je huis op die kinderen aanpassen is niet altijd even wenselijk. Dat deed je vroeger bij je eigen kinderen wel, maar bij je kleinkinderen, ja, toch doen we dat ook wel. En daar is 3D printen natuurlijk iets heel moois voor. Want hoeken maken om op een tafel hoeken aan te brengen, zodat een val niet echt de scherpe hoek van de tafel in het hoofdje van het kind teweeg gaat brengen, kan je natuurlijk ook wel met mooie afgeronde hoeken en met bijvoorbeeld een flexibel materiaal. Een materiaal wat toch wat meer zorgt dat de val niet zo hard zal zijn. Nu is dat een dingetje. Flexibele materialen, op dit ogenblik kennen we er eigenlijk 2 die heel beroemd zijn. Dat zijn TPU en TPE. TPU staat voor thermoplastic polyurethaan. Polyurethaan. Sorry als ik de terminologie wat fout gebruik. TPE, dat is ook thermoplastic, maar dan elastomeren. Lastige termen. Het zijn dus een soortement van rubberachtige substanties die je in filamentvorm kunt krijgen en die je dus kunt printen. Het verschil tussen die twee is dat TPU heeft ook een bepaalde hoeveelheid elasticiteit. Dat heeft TPE ook wel, maar TPU meer. En elasticiteit, nou even een klein voorbeeldje laten zien. Ik heb hier, dit noemen ze Ninja Flex, wat ik hier heb, deze rol. En ik heb hier, ik weet niet of je het zien kan, hier heb ik dus dat Ninja Flex. En je ziet dat ik het uit kan trekken, daar zit elasticiteit in. Het is elastiek. Je ziet ook dat het een beetje, en niet zoals PLA, dat het een strakke lijn van plastic is. Nee. Het is bijna een postelastiekje. Ninjaflex overigens is niet echt TPU. Ninjaflex is een van de eerdere vormen van flexibele filamenten. Waarbij van een soort rubber gebruik gemaakt is.
Maar het komt wel heel dicht bij TPU in de buurt. Het verschil overigens, want daar was ik even over bezig, het verschil tussen TPU en TPE, is dat TPU ook wat harder is dan TPE. Dus TPE kun je wat meer in elkaar drukken en komt dan weer terug in zijn oude vorm, want het is wel rubbervormig. Het is niet elastisch. Het is niet iets dat je, zeg maar, dat je het uit kunt trekken en dan loslaat en dat het dan weer in de juiste vorm zit. En dat is meer TPU-achtig, zeg maar. Dus TPU is wat harder, maar wat elastischer. TPE, ietsje zachter, iets minder elastisch. Desalniettemin wel flexibel. Van beide vormen, TPU, TPE, maar ook NinjaFlex, wat u net zag, is bekend dat het verschrikkelijk moeilijk printbaar is. Het is al bijna helemaal niet printbaar als u een bodensetup heeft. Dus als uw printer een bodenextruder heeft. Dan wordt het al helemaal een lastige aangelegenheid, want dan is het bijna niet te doen. Je moet dus eigenlijk bijna een direct drive hebben, oftewel een FDM printer. Mijn Prusa i3 MK3 is zo'n direct drive printer. Desalniettemin is ook dan het printen met materiaal als TPU of TPE of NinjaFlex een hele lastige aangelegenheid. Dat heeft te maken met A, de grip op het filament, B, de temperatuur, maar allerbelangrijkst is de snelheid. En die snelheid die gaat echt drastisch omlaag. Die kan maar zo een derde zijn van de normale snelheid waarmee u print. En dan nog niet de garantie dat het een succesvolle print wordt. TPU dus, NinjaFlex, TPE, heel erg lastig printbaar. En daar zul je aardig mee aan de slag moeten om dat werken te krijgen. Dat is natuurlijk ook een hobby en een sport, hè, om dat voor elkaar te krijgen. Laat ik dat voorop stellen. Alleen ik ben vaak toch wel op zoek naar de snelle oplossing. En ik kwam op het internet kwam ik tegen. Daarvoor moet ik even praten over de merken PLA die ik zelf vaak gebruik. Dat zijn merken als Aesun, Kekseld. Maar ook heel vaak een Nederlands merk genaamd Real. En dat is te verkrijgen onder andere bij RepRap World. Maar ook bij 123 3D. En Real is een niet goedkoop filament, maar wel een heel fijn filament. En het wordt geleverd op kartonnen rollen. Dat is eigenlijk mijn enige echte kritiekpunt erop. Want ik gebruik eigenlijk een setup waarbij ik die kartonnen rollen niet zo fijn vind. Maar goed, dat terzijde. Maar die maken natuurlijk ook andere materialen. En dat Real, dat maakt een materiaal dat heet Real Flex. En dat Real Flex, zij noemen dat een hybride flexibel filament. Wat ze daar eigenlijk mee bedoelen is dat het geen rubberlegering is waarmee geprint wordt. Maar het is eigenlijk het PLA wat, zeg maar, als het ware een soort rubberachtig gemaakt is, zeg maar. Maar daardoor heeft het wel de printkwaliteit van PLA. En PLA, dat zei ik aan het begin al, is zo'n beetje het meest makkelijke printbare materiaal wat je maar kunt hebben. Daarnaast is het dan toch nog eens een keer flexibel. En wat dan ook nog eens een keer daarbij een rol speelt, is dat jij, zeg maar, zelf hele grote invloed hebt op die flexibiliteit. Je moet je voorstellen dat als jij een object gaat printen wat jij met 100% infill, dus helemaal massief print, dan zal dat veel minder flexibel zijn dan wanneer wanden van een bepaalde dikte, zeg maar, bijvoorbeeld infill hebben. Of het aantal wanden juist verlaagd wordt. Dus de flexibiliteit van dit materiaal hebt u in de hand middels de dikte van het materiaal, middels de hoeveelheid infill die u daarin gebruikt. En ik dacht, weet je wat, ik moet die tafelhoeken gaan maken waarop, ja, mocht mijn kleindochter stuiteren, val ik niet op, maar elk kind gebeurt dat natuurlijk. Tot ze dan toch redelijk veilig terechtkomt. En dus dacht ik van, weet je wat, ik ga dat eens proberen. Ik ben niet zo experimenteel aangelegd. Dus veel mensen die vragen mij ook wel eens van, waarom doe jij bijvoorbeeld niet met houtfilament of met metaalfilament of met carbon of nylon? Ja, simpelweg omdat ik niet zo super experimenteel ben ingesteld. Daarnaast zijn die filamenten vaak heel erg duur. En dat geldt eigenlijk ook wel een heel klein beetje voor die RealFlex. En daardoor experimenteer ik er niet zoveel mee. Uiteindelijk moet ik elk filament ook gewoon zelf betalen. En daar komt bij dat het natuurlijk zo is dat datgene wat jij gaat printen
De toepassing waarvoor je dat gaat gebruiken heeft gewoon vraagt om een bepaald soort filament, om bepaalde warmte resistance en dat soort dingen meer. Nou, en bij mij is dat nou niet zo gek vaak dat dat iets anders is dan PLA of eventueel PETG, want dat heb ik ook. Heel soms dat vervloekte Ninja Flex, want dat is behoorlijk moeilijk te printen. Maar nu had ik dus behoefte aan een flexibel filament. Minder flexibel als Ninja Flex, want Ninja Flex, als je dat gaat printen, dan maak je er echt een stuiterbal van. Maar toch wel flexibel genoeg om minder schade toe te brengen. Real Flex dus. En toen ik eraan begon, toen dacht ik van nou, dat gaat wel worden. Hè? Want dit zal wel even flink experimenteren worden. Dus ik die tafelhoeken ontworpen. Hier heb ik er eentje. Ja, die wordt dus over die tafel heen geschoven. Maar kijk goed wat er gebeurt. Ik ga nu drukken. Kijk, dit hoef ik met PLA niet te gaan proberen wat ik hier nu doe. Dat was al lang gebroken geweest. En dit is dus redelijk flexibel. Dat valt me helemaal niet tegen. Ik had gelezen op de website van de maker dat zij schreven van, om te beginnen, de ideale temperatuur tussen de 190 en 220 graden. En ik dacht, nou, ik heb een harde nozzle onder mijn extruder zitten, omdat ik ook wel eens met abrasive materialen wil kunnen printen, met carbon en dergelijke. En een harde nozzle heeft altijd iets meer warmte nodig dan een koperen nozzle, in verband met de geleiding. Ja. Dus ik dacht, ik ga aan de bovenkant van het segment zitten. De eerste laag 220 graden. En dan vanaf de tweede laag 215. He, had ik nog een reden mee. Want ik las op verschillende kanalen. Las ik dat met name de laaghechting. Die was niet zo goed bij dit materiaal. En er zijn zelfs video's waar mensen zeg maar hun materiaal. Datgene wat ze geprint hebben. Wat ik net liet zien. He, dus dit hier. Gewoon klak zo in elkaar kunnen drukken. En het is kapot. Ja of nee. Dus ik dacht. Nou weet je wat. Ik doe het dus op hoge temperaturen printen. Daarmee is de viscositeit ook iets hoger. Dus het is iets vloeibaarder. En dus denk ik ook dat de lagen wat beter op elkaar gaan hechten. En ik ben dus niet ontevreden. Het is werkelijk prima. Prima materiaal. Ik kon het, dacht ik, in vier kleuren krijgen. Ik dacht wit, zwart, rood en blauw, meen ik. Maar dat vind ik niet belangrijk. Ik heb voor blauw gekozen. Dus dat is één ding. Bedtemperatuur tussen de 20 en 50 graden. Dat wil eigenlijk zeggen dat je eigenlijk je heatbed helemaal niet nodig hebt. Ik heb dat toch gedaan, 50 graden. Ik dacht, nou, laat ik ook daar dan aan de hoge kant gaan zitten. Maar wel veel lager als dat ik normaal zelf met PLA print. PLA zou ik ook zonder heatbed kunnen. En toch gebruik ik daar 65 graden met de grootste gemak. En dat gaat goed, niks mis mee. Dus dat is het eerste. Tweede wat ik niet heb gedaan, dat heb ik expres niet gedaan. Ik dacht van, ja kijk, juist bij die echte TPU en bij die Ninjaflex en dergelijke, daar moet je juist je tempo verschrikkelijk verlagen. En dat heb ik dus bewust niet gedaan. Ik heb bewust niet het tempo verlaagd. Ik heb dus op dezelfde snelheid geprint als dat ik normaal met PLA print. En ik kan je zeggen, dat werkt uit de kunst. Bijna uit de kunst. Nee, het werkt uit de kunst, geen zorg. Ik had namelijk ook ergens gezien dat iemand schreef, ja, het beste kun je dit printen op glas, want de hechting aan je printbed is niet zo verschrikkelijk goed. En dat was dan bij glas beter. Nou heb ik, zei al, een Prusa i3 MK3 en die heeft dus een pie sheet. Pie is dus een bepaalde chemische oplossing die aangebracht is op de metalen sheet die ik eraf kan halen. En door die metalen sheet te buigen, komt mijn object los van mijn printbed. Tegenwoordig is daar ook een hele discussie over powder-coated of not, of niet powder-coated. Nou, die voor mij is gewoon de originele sheet die erbij zat, dus dat is gewoon een gladde sheet. En ik dacht van ja, dat gaat dan misschien dus wel problemen geven met het object wat niet blijft zitten op dat heatbed. Maar ik dacht, ik ga dat natuurlijk niet gelijk voorbehandelen, ik ben gek. Ik ga eerst maar eens rustig kijken met wat ik heb en wat er dan gebeurt. Dus ik mijn eerste object printen. En ik was uitermate verbaasd, dat ging werkelijk geweldig. En ja, dat is degene die u net zag. Hè? En die er werkelijk prima uitziet. Ja, die afgeronde hoeken. Maar dat is het verhaal achter printen natuurlijk. Dat je met afgeronde hoeken altijd wat vervorming krijgt. Maar dat is niet erg. Want dat was geen ramp. En ik kon ook redelijkerwijs dat eerste object keurig van het printbed verwijderen. Ik had natuurlijk van tevoren mijn printbed schoongemaakt. In dit geval expres even met aceton. Aceton moet je niet te vaak gebruiken. Je kunt beter
voor het regelmatig schoonmaken isopropanol gebruiken, oftewel 99% alcohol. En dan één keer in de zoveel tijd om het bed echt goed schoon te maken. Dat is dan categorie 2, noem ik dat maar even, met aceton. En als het dan nog niet goed werkt, dan kan je het een keer onder een sopje echt onder de kraan doen. En dan wordt het vanzelf schoon. Dus ik met aceton. En dat ging goed. Ik kreeg dat ding prima van het printbed af. Oh, wauw. En ik had gelijk zoiets van, jeetje zeg, dit is eigenlijk heel verrassend. Want ik denk, dat zal wel de nodige tuning en zo gaan vereisen. Dat viel me mee. Totdat ik de tweede ging doen. En de tweede, ik zal het proberen het dichtbij in beeld te brengen. Nou, je ziet die onderkant al, die is een beetje verammezakt. Dit is niet erg hoor, ik kan hem gewoon gebruiken. Maar wat er aan de hand is, is dit. Is dat hij zat dusdanig vast aan het bed. Dat ik hem los heb moeten halen. En dat eigenlijk de eerste laag, ja, die kwam daarbij los. Dus die heb ik eigenlijk er helemaal van los moeten snijden met een mesje. Zodat het nog een beetje een toonbaar uiterlijk werd. Maar hij zat zo vast als ik weet niet wat. Nou had ik bij die tweede geen aceton gebruikt om het bed schoon te maken, maar isopropanol. Ik dacht van nou, weet je wat, dan ga ik bij de derde gewoon weer aceton gebruiken. En wederom, eigenlijk hetzelfde probleem zoals je ziet. Ik kreeg hem bijna niet van het printbed af. Ik heb echt mijn mesje eronder moeten zetten op het risico van het beschadigen van die pie sheet. Ja. Om zeg maar hem los te krijgen van het bed. Ongelooflijk. En daar had ik dus de eerste keer had ik daar dus geen last van. Maar de tweede en de derde keer was dat dus foute boel. Maar nogmaals, ik zet er niet zo mee. Want kijk, ook dit is prima op die tafel. Hè, niks aan de hand. Maar je wilt dat natuurlijk wel beter hebben. Dus de vierde, die is weer goed. En waarom is nou die vierde goed? Nou ja, dat is heel simpel. Wat ik gedaan heb, en dat is dan gelijk even een tip voor iedereen. Wat ik gedaan heb, ik heb toen de print klaar was, heb ik die pie sheet met de print die daar op vast zat, heb ik een kwartiertje in de vriezer gelegd. Waardoor dat Railflex, want zo heet het, Railflex, iets wat ja, stijver wordt. En doordat dat stijver wordt, kan ik dat printbed weer, noem maar een beetje knakken. Het is niet echt knakken, want dan zou ik het kapot maken, maar een beetje buigen. En komt die uiteindelijk los van het printbed af. Dus de vierde is wel weer goed. Even in de gaten houden. Houden dat als u met Railflex zou gaan printen. Want het is werkelijk, ik vind het een unicum. Het heeft niet de elasticiteit van NinjaFlex of TPU of TPE. Maar het heeft genoeg flexibiliteit om zeg maar ook echt onder de flexibele filamenten genoemd te kunnen worden. Daarbij is het super makkelijk te printen. Ik zag een review op het internet staan waarbij degene die de review schreef van ja, er zijn allerlei materialen, elastische materialen. En ik voorzie eigenlijk niet wat dit nou nog moet toevoegen aan de markt. Nou, ik denk dat wat die schrijver daar vergeet is dat zeg maar, het in elk geval ervoor zorgt dat het tunen van dat materiaal minder noodzakelijk is dan dat je dat anders bij TPU of TPE gehad zou hebben, of inderdaad weer bij NinjaFlex gehad zou hebben. Dit was werkelijk heel makkelijk printbaar. Op de normale snelheid, temperaturen iets aangepast aan de temperaturen die de maker op zijn verpakking zet. Overigens, pas op, de temperaturen op de verpakking die weken af met de temperaturen op de website van de maker. Ietsjes, niet veel, maar vandaar dat ik naar de website van de maker ben gegaan. Glasplaat, wat mij betreft, hoeft het niet. Wel even oppassen als het erg vast zit. Dan is het misschien handig, zeker als je de heatbed kunt verwijderen. Tenminste, als je die plaat kunt verwijderen om dat even in de vriezer te zetten, zodat het even goed koud wordt. En wat natuurlijk altijd belangrijk is, is natuurlijk het schoonmaken van je bed vooraf. Hè? Met alcohol, aceton, wat dan ook. Wat ik ook gebruikt heb, zeg maar, dat mag je ook best weten. Ik heb ook een beetje glassex gebruikt. Glassex is dus om ramen schoon te maken. Je zult misschien lachen, maar PETG, datgene waar ze dus limonadeflessen van maken, dat heeft ook zo de neiging om enorm vast te gaan zitten aan je printbed. En daar helpt het echt als jij, voordat je gaat printen, je bed inspuit met glassex, dat vervolgens droog wrijft, dan zit er een soort van film
als het ware op dat printbed. En daardoor kun je je PETG-print er makkelijker afhalen. En ik dacht van, nou, dat gaat misschien ook wel werken met dit materiaal. Weet niet. Maar het is dus die combinatie van die glassex en dat ijs, waardoor die zeg maar heel goed te verwijderen is. Ja, wat zal ik er verder over zeggen? Ja, de prijs van het materiaal, als ik kijk bij 123 3D, want daar heb ik het vandaan, voor 500 gram. Want dat is wat ik gekocht heb, €24,50. En ik meen, en dan moet ik me sterk vergissen, maar ik dacht voor de kilo €39. Dat is een redelijke prijs. Maar ja, je zal maar net op zoek zijn naar iets wat iets flexibeler is dan PLA. En vooral omdat je misschien iets meer druk uit moet oefenen als je het daar gaat aanbrengen waar het aangebracht dient te worden. Hè? Dus over zo'n hoek van zo'n tafel heen, zodat die zeg maar net, hè, die tafel van ons namelijk, die dat is niet fabriekmatig hout gemaakt. Dat is iemand met de hand gemaakt en dat betekent dat de houten plaat zeg maar linksachter of linksvoor of rechtsachter of rechtsvoor kleine verschillen vertoont. En daarom is het handig als het enigszins flexibel is, want dan kan je het erop drukken en weer aftrekken. Terwijl als het zeg maar rigide materiaal was geweest, zou je het echt kapot drukken. Dat heb ik al zo vaak gehad met PLA, tot ik dit dus echt een uitkomst vind. Het is dus een afgeleide van TPE, weliswaar gebaseerd op PLA. Het is een flexibel filament, waarbij u de flexibiliteit bepaalt, met name door de dikte van wanden en de invul die u gebruikt. Ik kan het alleen maar aanraden. Het is mooi spul. Ik hoop dat je aan deze video iets gehad hebt. Zo niet, nou ja, dan misschien een volgende video. Maar ik raad iedereen aan, experimenteer eens een keer met andere filamenten. Het is namelijk heel erg leuk om te doen. Eén ding wil ik er nog bij aanvullen. Maar dat geldt eigenlijk voor elk filament. Zorg ervoor dat je het droog bewaart. Ik heb daar een video ooit over gemaakt. Kijk maar eens in mijn afspeellijst. Dan staat er ergens een video tussen over filament droog houden. Want ik zit hier nu op een slaapkamer boven. En ik heb hier een vochtmeter. Ik heb er eigenlijk twee. Eentje in een luchtdicht afsluitbare bak waarin de filamenten in zitten. En eentje gewoon in die kamer. En diegene in de kamer die leest op dit moment af 59% luchtvochtigheid. Terwijl die in die luchtdichte box 10% geeft. Nou, je kunt je voorstellen dat die 10% veel beter is dan die 59%. Maar dit geldt voor alle filamenten. Maakt niet uit welk filament u gebruikt. Alleen is het ene filament daar veel gevoeliger voor dan het andere filament. Ik hoop dat je het leuk vond. Tot de volgende keer. Als we weer een video gaan doen over 3D printen of CNC router. We zien het wel. Tot de volgende keer. Dag. Blijf gezond.